eerst iedereen even van harte welkom heten op de openingsavond van het West Beach Film Festival. We gaan beginnen met de uitreiking van twee internetfilmprijsjes. We beginnen met het filmpje van de amateurs en daarna het filmpje van de professional. Beide filmpjes worden natuurlijk vertoond. En ik wil nu even het woord geven aan de heer Paulus de Wild, wethouder van Kunst en Cultuur Nieuw-West. Dankjewel. Ja, ik heb net gehoord, 7e keer dat we dit mooie festival organiseren. De eerste keer dat ik het mag openen. We hebben twee prijzen uit te rekenen. Een prijs die gaat over een amateurprijs. En een prijs die voor een professional, van een professional is. Allereerst, ik ga gewoon meteen noemen wat het is. Het winnende filmpje in de categorie amateur. Het seizoen 2009-2010. En dat is de Nieuwjaarsduik Sloterplas 2010. Gemaakt door Jan de Vries en Rob Dujardin. Ik heb maar één envelop, maar die zijn dus voor jullie alle twee samen. Dat is, op de een of andere manier moet dat gedeeld worden. En dan gaan we nu dat filmpje kijken. Ja, en dan te bedenken dat het echt vroor. Maar goed, dat was de categorie amateurfilm. We hebben ook een categorie professioneel. En de prijs is daarvoor gegaan naar het filmpje Sloop in de Kolenkitbuurt. Gemaakt door camera Leo Westra en editor Nol Smeets van Buurt TV Nieuw-West. Sloop van woningen is uw favoriet onderwerp om vast te leggen op film. Cameraman Leo Westra en editor Nol Smeets van Buurt TV, kom naar voren. Ook voor jullie eenzelfde prijs. Bent alleen, begrijp ik? Ja. Bij deze neem ik de honneurs waar. En ik vind het een hele eer dat het in de categorie professioneel is. Met dank aan buurttelevisie dan. En ik deel. Goed zo. Nee, het is echt een professioneel filmpje. Ik heb hem natuurlijk ook bekeken. Nee, laat je eerst de prijs overhandigen. Gefeliciteerd.
Thank you.